Wij zijn hier omdat Stinapa een boek heeft laten maken over de karkoop. Het boek heet Lobatus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 op een laag. En dan 1, 2, 3, 4, 5 keer 10. Nou, en dan is dit het... Dit zit erin? Dit zit erin. Ja, zo zijn ze allemaal verpakt. Dus ze zijn allemaal gesealed. Ja, nou. Maar ze zitten allemaal netjes. Prachtig boekje geworden. Ja, het is een leuk boek. Lobatus de Biberiba Fondo del La. Het in douche vida. Turcos de tremendo y het in hopicos pawak. Pero den la tin peligro también. Ora Lobatus tin apenas un año. Het doel van het boek is een beetje dat ook jongere kinderen, dat ze kunnen zien op een leuke manier, kunnen meemaken wat de levenscyclus van een karko is. En dat ze begrijpen dat karko eigenlijk een beetje aan het uitsterven is. Ja, ik wou Bonkous dus, gefeliciteerd, bedanken. Gefeliciteerd, Els Marie. Voor alle spannende momenten. Ja, het is toch weer gelukt, hè? Tuurlijk, het is weer gelukt. Stinapa heeft ons gevraagd of we wilden helpen bij het maken van het boek. Dus we hebben gezorgd dat het de layout er was, dat de opmaker was, dat het druk klaar was, dat het gedrukt is. En nu staan hier dus 2000 boeken voor de jongeren, of voor de jeugd eigenlijk van de lagere scholen van Bonaire. Die gaan ze binnenkort krijgen. Wanneer gaat dat gebeuren? Nog voor de zomer? Morgen al. Morgen al? Ja, begin ik met de distributie. Ja.